Als topsporter werk jij elke dag toe naar je doel. Vol toewijding en door hard te trainen. Deze gedrevenheid is zeker een goede eigenschap om te hebben, want binnen de topsport, en vaak ook daarbuiten, gaat het om presteren en doorzettingsvermogen. Dus werk je aan alle aspecten die worden geassocieerd met je prestatie. Je traint, je herstelt, je eet en je gaat op tijd naar bed. En je zorgt ervoor dat je een ideaal gewicht hebt. Want door deze combinatie ben je steeds sneller en spring je steeds hoger. Je wil altijd meer, altijd beter, doorzettingsvermogen, discipline, een hoge pijngrens en perfectionisme. Samen zorgen deze typische karaktereigenschappen van een topsporter ervoor dat je altijd het beste van jezelf wil geven en niemand wil teleurstellen. Goede prestaties gaan hand in hand met een optimale balans tussen voeding, training en gewicht. Een vriendelijke stem in je hoofd helpt daarbij en geeft aanwijzingen. Het is een soort denkbeeldige vriend. Eet dit wel, eet nu niet, sla dit eens over. Je volgt de adviezen en het werkt allemaal prima. Het gaat heel lang uitstekend en samen met je vriend maak je progressie. In de loop van de tijd worden deze adviezen steeds een beetje extremer. Je gaat je verplicht voelen om aan de wensen van de stem in je hoofd te voldoen. Op een gegeven moment lijkt het alsof de stem in je hoofd de volledige controle heeft en je zelf niets meer hebt te zeggen. Je bent de controle kwijt. De vriendelijke stem is nu niet meer zo vriendelijk en zonder dat je beseft is je vriend je vijand geworden. Het begint heel onschuldig. Je slaat een maaltijd over, je focust je meer op het aantal calorieën dat je inneemt en misschien ga je wel koolhydraten vermijden tijdens je training. Of je traint iedere dag toch maar een uurtje langer. Je komt in een visuele cirkel terecht, waardoor je de controle en de grip op de realiteit verliest en je zit niet meer lekker in je vel. Je bent niet meer gelukkig en je kunt niet meer van de prestaties genieten zoals het zou moeten. Eetgedrag varieert van persoon tot persoon en kan door de tijd heen veranderen. Dit soort veranderingen gaan meestal heel geleidelijk aan en kunnen zelfs jaren duren. Het is belangrijk om te weten wanneer eetgedrag normaal en gezond is en wanneer niet meer. In veel gevallen van verstoord eetgedrag ontstaat er een disbalans in de hersenen, waardoor het moeilijker wordt om zelf nog rationele beslissingen over eten te maken. Verstoord eetgedrag kan zich op verschillende manieren uiten. Zo heeft de een enorme eetbuien, terwijl de andere juist heel weinig eet. Maar er zijn ook nog andere vormen. Belangrijk is als je het gevoel hebt dat je de controle kwijtraakt, je dit als een reden ziet om aan de bel te trekken. Er zijn namelijk niet alleen mentale gevolgen. Omdat je niet meer de juiste hoeveelheden voedingsstoffen binnenkrijgt, begint ook je lichaam weer tegen te werken. Wanneer dit langdurig aanhoudt, loop je ook meer kans op ziekte, botbreuken, een verstoorde menstruatiecyclus, oververmoeidheid en een depressie. Geen van deze gevolgen zal helpen bij je prestatie. Integendeel, je kunt minder trainen, je mist wedstrijden en je prestaties nemen af. Trainers en coaches kunnen alert zijn op gedragsveranderingen en psychologische veranderingen. Eetstoornissen kunnen bij alle sporters voorkomen, ook bij sporters met een normaal gewicht of zelfs extra gewicht. Gedragsveranderingen die kunnen optreden bij een eetstoornis zijn: obsessief bezig zijn met voeding, calorieën, de lichaamsvorm en gewicht en dit niet kunnen loslaten op momenten van relatieve rust en ontspanning. Het mijden van sociale activiteiten waarbij voedsel een rol speelt. Het minderen of mijden van koolhydraten, voedingsstoffen of energie. Bewijs vinden van eetbuien. En geheimzinnig gedrag met betrekking tot voedselinname of sporten. Mogelijke psychologische veranderingen zijn: toegenomen aandacht of kritiek op het eigen lichaam, zoals het niet tevreden zijn en een incorrect lichaamsbeeld hebben. En een aanhoudend of verslechterde mentale gezondheid. Herken jij één of meerdere van jouw sporters in dit verhaal en wil je weten hoe je als trainer of coach hen kan helpen? Dan kan je het volgende doen. Ga in gesprek met je sporter op een aftastende, niet veroordelende manier. Wees niet veroordelend, praat vanuit een prestatieoogpunt en niet vanuit een gewichtsoogpunt. Spreek je zorgen uit naar de topsportarts, diëtiste of psychologe van de sporter of het team. Of school je bij over het onderwerp. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan hier waar jij terecht kan.